Maar dit is wel de meest troosteloze dag van... Hè? Het is echt heel jammer. De regenachtige woensdag in oktober. Ja. Af en toe komt er nog wel eens iemand gauw voorbij voor een oliebolletje of een zakje. Ja, is toch de moeite om open te zijn, zo'n dag? Jawel, ja. Je doet het sowieso. Want je bent gewoon open, je hebt je openingstijden, dan mensen weten dat gewoon. En de vaste klanten die zin hebben in een oliebol, die komen toch wel, of een zakje. En dan, dan hopen we ook nog een beetje op de impulskopers. Ja. En die komen ook nog wel eens voorbij, zo. Dus, ja. Normaal kom je met de nacht van de nacht, maar nu waren jullie erop. 2 oktober. 1 oktober ben ik open gegaan op donderdag. Was vond ik hartstikke aardig van de gemeente. Dat is toch een beetje dat ze consideratie met je houden. Ze wisten dat we de hele zomer nog geen. We mochten niks natuurlijk. Geen evenementen, kermissen, beurzen, braderieën. Gaat allemaal niet door natuurlijk met corona. En toen is de situatie uitgelegd. En toen heeft de gemeente Middelburg gezegd van nou, als het een beetje haalbaar is, mag je een maand eerder open. 3 weken in dit geval dan. En een maand langer blijven staan. Dus ook heel de maand januari mogen we nog open. Zijn jullie hier speciaal voor gekomen of zijn jullie passanten? Ja, komen jullie speciaal ervoor? Ja, precies, hier komen we dus speciaal om. Ja? Ja, kijk, dat is wel goed. Zeer gewaardeerd. Wij zijn er lekker stil. Dank u, dank u. Kermissen en braderieën en beurzen en evenementen. Overal waar je geld maar een beetje mee kan verdienen natuurlijk. En die gingen dit jaar allemaal niet door. Dus dan zijn er geen inkomsten. Dan moet je teren op wat je eigenlijk de loop van de jaren aan de kant hebt gelegd. Het zij als pensioen, of sparen voor je kinderen die de deuren straks eruit gaan, wil je ook wat meegeven. En dan was dit jaar natuurlijk heel moeilijk. Maar wat heb je de hele zomer gedaan dan, of jullie? Zij is sowieso een baantje heeft ze gevonden bij een nicht van mij. Die heeft in Amstelveen een ijssalon annex lunchroom. Dus daar ging zij dan werken. En ik heb me eigenlijk een beetje toch overal heen en weer gereden en gebeld en gemaild om op een camping dan eventueel toch maar. En dat is me gelukt. Ik ben half juli naar een camping gegaan in Zeeuws-Vlaanderen. En daar heb ik dan zeg maar tot en met augustus gestaan. Gewoon bij de receptie zeg maar als een soort extraatje voor de... Nou ja, met aardig suikerspinnen en churros. Maar het publiek wat daar komt is een heel ander publiek als wat zeg maar hier komt of op een kermis komt. Die zijn wel op vakantie. Die komen niet specifiek voor die suikerspinnen of dat bosje churros. Dus die geven dat geld ook niet zo veel uit. Dus dat was echt om aan het eten te blijven. Maar ja, je hebt ook kosten. Ja. Je bedoelt, we hebben gewoon verzekeringen en belastingen die gewoon wel doorgingen. En die zijn wel een beetje verlaagd van de zomer, maar toch ook, je moet ze wel betalen. Ja. Dus je hebt behoorlijk ingeteerd als ik het... Ja, dat is wel gewoon een feit. Ja. En jij Antoinette, jij bent in de zaak gestapt toch? Jij bent ook compagnon nu of ben je nog steeds in dienst bij je moeder? Hoe zit dat? Ik ben nog steeds in dienst. Oké. Okay. Maar wel met als einddoel dat je het net als je moeder ooit van haar vader over gaat nemen. Ja, dat wel. Dat is de bedoeling, ja. Maar jij stond vorig jaar, kan ik me herinneren, stond je ook wel eens op van die grote feesten toch met churros? Ja, klopt. Maar dat was dit jaar natuurlijk ook niet aan de hand. Nee, dat is allemaal afgezegd, dus dat ging dit jaar ook allemaal niet door. Ja. Dus dat is heel jammer, maar dat kan je niet doen. Maar nu ben je wel weer blij dat je ook mee weer kan staan in Middelburg. Ja. Hoe waren de eerste paar weken, was het de moeite waard? Of? Heerlijk waar, wij zijn in oktober open gegaan, toen waren er echt nog heel veel toeristen ook, maar ook onze eigen klanten. We hebben echt gewoon wel aardig gedraaid, we zijn echt niet ontevreden. Hadden we ook niet verwacht, we wisten eigenlijk niet wat het zou worden en het is voor het eerst. En we waren zeer tevreden, echt waar. En vooral met de herfstvakantie, want toen was het gewoon druk, heel druk. Maar ja, normaal blijven ook nog de toeristen hangen. Ouderen, waar we ook best wel nog veel aan kunnen verkopen. En die zijn weg. Ja, maar ja, goed, nu hebben we dus nog 2 maanden voor de boeg. Of 3 eigenlijk. En Winterstad, dat ziet er niet goed uit. Vreselijk. Misschien dat er nog wat gebouwd kan worden in december. Maar ja, dat is een beetje later. Ik hoop het. Ik vind dat. Dit is ook erg voor de horeca. Nu alles is dicht. Alles is dicht. Wij mogen nog open blijven omdat het afhaal is. Ja. Maar het is natuurlijk leuker als... Als iedereen gewoon meedoet. Ja, absoluut, want wij zijn geen concurrenten. Hè. Wij vullen elkaar aan. Mensen die gaan op, dan nemen is een bak koffie drinken en dan gaan ze naar huis en nemen ze oliebollen mee naar huis. Zeg maar. Wij hebben nooit geen last van elkaar. Hey, maar ik hoorde in de stad rondwaaien dat jij wel in de vriendschap mag om naar het toilet te gaan. Klopt. Dus daar kan je ons misschien wat binnenleiden, dan doen we gewoon stiekem daar. En, dan heel ruzie krijgen met vriendschap. Nee. Nou, ja, maar het is wel super dat ze dat doen, hè? Ja, want Kees kwam naar me toe en hij zegt, jullie moeten natuurlijk ook wel naar de wc.
Ik zeg, ja, nou ja, dan gaan we naar de openbare wc of zo, weet je wel. Ja, nou, dat gaan we niet doen. Gewoon de sleutel mocht ik en we kregen de code van het alarm. Dat niet gaan vertellen natuurlijk. Nee. En ja, dat is gewoon super. Nou, dat is mooi. Dat is toch een, dus wat dat betreft hebben jullie nog steeds wel het warme gevoel van Middelburg een beetje thuiskomen. Absoluut. Als Brabanders. Ja, absoluut. Ja, en jullie zijn nu ook gewoon 4 maanden. Dus, ja, ja, blijven lekker. Ik hoop dat jullie mooie zaken draaien de komende 3 maanden. En, ja, dank je. Ja, nou ja, weet je wel. Ja, we komt in ieder geval, we gaan het sowieso toch oud en nieuw vieren. Of we dat namens z'n drieën doen. Of, dus, We gaan ons best doen en we blijven met liefde en plezier onze oliebolletjes bereiden. Dat zijn toch een beetje, dat doe je al zo lang, dat zijn je kindjes. Ja. En we hopen ook gewoon dat de mensen blijven komen. En je hebt meerdere kindjes dus eigenlijk, dus meer dan 1 dochter. Ook de oliebollen zijn kindjes. Ja, zijn niet 1 dochter. Ja, ja. Heel goed, nee, hey, dank jullie wel. Dank je wel ook.